10, 20, 30, 40, 50, 50. 50-50. Ja, nog even kort uitleg voor Dominique. 50-50 is eigenlijk wat het vorige seizoen de Game Changer was. Mm-hmm. Dus een lijst met vragen die 50-50 beantwoord kunnen worden. Nou, dat is een hele rare zin. Maar goed, je snapt of het doel. Een of het ander. Ja, ja. Exact, binnen een bepaald thema. En de Game Changer straks gaan we straks wel uitleggen. Dat is een heel ander spel geworden. Oké. Meerdere zelfs. Echt een Game Changer. Ja. Even in het kort. Ik heb een thema moeten uitkiezen voor deze week. En meestal doe ik dat aan de hand van iets wat gebeurd is deze week. En wat is er nou deze week gebeurd? Jij kunt er ook wel over meepraten, heb ik al gezien. Hugo de Jong had een voorstel gedaan aan Mojo. Ja. Leg het eens uit. Na Unmute zijn de mensen in gesprek gegaan met de evenementenbranche over het openen van evenementen op een veilige manier. En toen zei Hugo de Jonge van, we krijgen het juridisch niet rond. En moet ik even goed verwoorden hoe het nou is gebeurd om mensen te laten zitten of om dance-evenementen niet door te laten gaan, omdat mensen dan gaan dansen. Dus jullie als festivalorganisatie, als evenementenorganisatie, willen jullie dan alsjeblieft geen dance-evenementen organiseren? Ja, dat was ook. Ze konden zeg maar juridisch gezien geen onderscheid maken tussen een concert en een dance-evenement. Ja. Dus zodoende hadden ze gevraagd van, oh ja, alsjeblieft, dat niet. Ja, en toen zei Mojo, fuck je vinger. Ja. En dat hij dat ook heeft gezegd op tv. Hè? Ja, dat was prachtig, ja. En ook gewoon het schokkende geluid erbij. Het paste precies, ja. Nou, daarom heb ik deze week een 50-50 quiz met 25 vragen binnen het thema dance en dans. Oh. In de breedste zin. Oké. Okay. Zijn jullie er klaar voor? Ja. We gaan spelen. 50-50. 50-50. Dominique, eerste vraag voor jou. DJ is de afkorting van discjockey. Wat is in het Nederlands de vierde letter van discjockey? Is dat een C of een K? C. Nee, is een K. Oh, helaas. Oh ja. Miguel, wie is momenteel nummer 1 DJ van de wereld volgens DJ Merck? Is dat David Guetta of Dimitri Vegas en Like Mike? David Guetta. Ja. Oh. Dominique, wat is de derde handeling in de bekende kabouterdans van Kabouter Plop? Is dat zitten met een zucht of zwaai je arm in de lucht? Ga je arm in de lucht. Ja, puntje voor jou. Gokje. Miguel, welke lady is een DJ? Is dat Lady Starlight of Lady Sovereign? Lady Starlight. Ja, dat is ook goed. Vriendin van Lady Gaga overigens. Wauw. Oh. Dominique, wat is de eerste beweging van het bekende dansje van de Ketchup Song? Is dat de handen horizontaal bewegen of de handen verticaal bewegen? Horizontaal. Ja, tuurlijk. De Miguel. Ja. Dance Festival Emporium heeft jaarlijks een thema. Wat is het thema van de inmiddels 2-maal verplaatste editie in 2022? Is dat Celebrities of Celebrations? Celebrities. Nee, Celebrations. Oh. Dominique, waar of niet waar? De naam van het computerspel Just Dance is afgeleid van het gelijknamige nummer van Lady Gaga. Niet waar. Dat is wel waar. Oh. Miguel, waar of niet waar? Het nummer Just Dance van Lady Gaga is geen onderdeel van het computerspel Just Dance. Niet waar. Dat is wel waar. Oh. Dat is geen onderdeel. Dominique, hoe heet de dansstijl die oorspronkelijk uit de jaren 90 komt, maar in Nederland vooral tussen 2004 en 2008 erg populair was? Is dat hakken of jumpstijl? Jumpstijl. Ja, dat was goed. Miguel, wat doe je als eerste met je handen als je de Macarena danst? Is dat ze vooruitsteken of ze in je broekzak steken? Vooruitsteken. Jazeker. Nee, gewoon met. Dominique, wat is volgens historici de oudste dans ter wereld? Is dat limbo dansen of buikdansen? Buikdansen. Dat is goed. Miguel, ja. Het Amsterdam Dance Event is een van de grootste dance evenementen ter wereld. In welke maand vindt het jaarlijks plaats? Is dat april of oktober? Oktober. Dat is goed. Nou, zo makkelijk. Ja. Dominique, hoe heet het tv-programma rondom ballroom dansen dat in 2019 na 10 jaar weer terug was op tv? Is dat So You Think You Can Dance of Dancing With The Stars? Dancing With The Stars. Dat is goed. Miguel, na het Dansen met Jansen debakel kwam de GGD deze zomer met een alternatief. Maar welke? Is dat Chansen met Jansen of Herkansen met Jansen? Herkansen met Jansen. Nee, Chansen met Jansen. Oh. Dat is daten. Oh. Ja. Oh, wat erg, hè? Okay. Dan meteen die SOA-test erachteraan knallen, hè? Commerciële bedoeling. Zo werkt dat in Nederland. Ja, hebt ze door. Dominique, hoe heette de dans die de popgroep LMFAO introduceerde in hun nummer Party Rock Anthem? Is dat Struggling of Shuffling? Shuffling. Ja, zeker. Miguel, waar of niet waar? De moonwalk is bedacht door Michael Jackson. Niet waar. Dat is inderdaad niet waar. Dominique, van welke zanger werd zijn dansen in eerste instantie gecensureerd op tv omdat het aanstootgevend zou zijn? Is dat Mick Jagger of Elvis Presley? Elvis Presley. Dat is goed.
De Miguel. Ja, zonder keus. Welk nummer van Beyoncé staat bekend om het dansje met de verticaal draaiende hand? Is dat Love on Top of Single Ladies? Single Ladies. Zeker. En Dominique, de Amerikaanse band die in 2015 doorbrak met Cake by the Ocean, heeft een naam die lijkt op het woord dance, maar er ontbreekt één letter. Welke letter ontbreekt ze, de A of de E? A. Zeker, D-N-C-E. Miguel, hoe heette de IJslandse inzending van het Eurovisie Songfestival die bekend staat om hun zullige dansjes? Is dat Daddy Fryer of Hatari? Hatari? Nee, Daddy Fryer. Oh. Dominique, welk Nederlandse dancefeest vond tussen 2002 en 2008 jaarlijks plaats en stond bekend om zijn donkere muziekstijlen? Is dat Sensation White of Sensation Black? Nou, Sensation Black. Ja, klopt. Miguel. Ja. In welke videoclip moet Lady Gaga dansen voor de Russische maffia om te laten zien hoeveel ze waard is? Is het Alejandro of Bad Romance? Bad Romance? Ja, dat is goed. Dominique, onder welke naam zijn de DJ's Jordi, Sander en Yuki beter bekend? Is dat Major Lazer of Chris Cross Amsterdam? Chris Cross Amsterdam. Dat is goed. En Miguel, bij welk K3-nummer uit het begin van... Ja, dit is afgelopen. Oh jee. Voel hem aankomen. Ja. Maar ik ga hem toch even afmaken. Bij welk K3-nummer uit de beginjaren van de groep hoort een dansje met veel armbewegingen? Is dat Hey Ya Mama of Alle Kleuren? Hey Ya Mama. Nee, Alle Kleuren. Oh. Ja, dat weet ik niet. Nee, dat is spannend, zeg. Dan is de eindstand als volgt. Ja, wat moeten we een pauk hebben of zo? Die moet even de trommel erbij pakken nog. Want we wachten even, we hebben alle tijd. Ja, tuurlijk hebben we alle tijd. Het is immers weekend. Gaat ie, hè? Ja. Dat maakt de eindstand 7 punten voor Miguel en 10 voor Dominique. Hey! Lekker zeg, lekker zeg. Ja, goed bezig. Wat fijn. Heb je wel weer een spel gewonnen nu, hè? Dat scheelt. Ja, begin weer in te komen. Ja, je begint weer in te komen. Dat is heel fijn. Even warm draaien. Straks nog een ander spel in de Game Changers. Welke dat gaat zijn, dat zien we straks pas. Maar eerst is het tijd voor nieuwe muziek. Here comes the hurricanes.